Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Vandaag spelen wij Minecraft en dan gaan we een spookhuis bezoeken. Oké, daar gaan we. Lopen. Daar gaan we. Kom. Laat het avontuur aan. We beginnen recht. Oh. Dan kan gewoon de deur in. Oh, een boekje zeker. Yo, die had hem nou weer gelezen. Nee, je had hem door kunnen laten. Jij had hem erop kunnen laten. Nee, die nummer die had ik eerst, moet je erop zetten. Oh, kan je niet lezen? Links 2. Dag, hallo jij daar. Durf jij de kelders van familie Fritsen te betreden? 13 jaar geleden is de familie door een mysterieuze manier om het leven gekomen en nooit meer teruggevonden. Stap in een kacheltje en probeer de uitgang te vinden. Neem voor de zekerheid de spullen mee die in de kist naast het karretje zult vinden. Het schijnt dat het familie hier nog aanwezig is. Yo, dit zware alles in. Eentje links, eentje rechts. Verrel eens naar rechts, mag jij naar links. Oh nee, oh ja. Hé, hey, dit wordt een gevecht, jongen. Zo. Oké, moeten allebei de andere kant op. Ja, ja. Moet dat per se. Ja. Ik zit al. Zeg maar wanneer we gaan. 3, 2, 8. 1, 3, 2, go. Ik ga. Zo, wat gebeurt er? Wat gebeurt? Oké, nu alweer eruit. Oké, kort ritje. Ik ga naast je vrouw. Wat is dit nou? Wow, een creeper. Oké, en nu? Hier zit een eng schilderij. Maar is het een doolhof? Oh. Wat moeten we nu doen? Je kan doodgaan, hè? Dus kijk uit, hè? Oh, hier zit een boekje. Oh, nee. Oh, hier zit een hendel. Ik heb een hendel opengehaald. Ik weet niet wat te doen. Doe nog eens, doe de hendels nog eens. Ik weet niet of die hendel eigenlijk is van melk of niet. Maar hier is een knopje onder. Oh, hieronder. Oh, kist. Outfitje. Ik heb nog een hendel. Hier, kijk, waar heb je nog een outfit? Oké. Okay. Net ik nu. Oh, Jenna, moeten we die hendels niet hakken om hier weer... Oh nee, dit is een deurtje waar je er twee mee hebt. Nou maar. Oh, het vuur is uit. Hier, vrouw, kom, ik heb het. Oh, door die hendels is vuur uitgegaan. Oké, okay, en nu? Oh, een enge trap. Ik ga ervoor. Als je doodgaat, ben je game over, hè? Hoor je dat? Ja. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat hier gevecht of zo op plaats zit, of niet? Nou, ga maar. Yeah! Wakatakalakatjitja! Yo! Ze blijven spannen hier. Moet hier, vrouw. Waar? Dus, nee, oh, kut. Gewoon hakken of niet? Als, nee, je kan niks hakken, je mag niks hakken. Als ze blijven op die dingen staan, dan blijven ze komen. Ja, we proberen ze weg te halen. Oh, maak elkaar dood. Kijk, een gevecht. Die wint er. Oh. Dat is waar, kijk naar het gevecht. De kist vond iets. Ah! Dat is een bed. Is het vast? Nee, is het vast. Wat ben je? Kijk, daar komt ze uit. Yo.
Waarom lachen dan? Zoek de hendel en plaats hem hieronder. Oké, we moeten een hendel zoeken. Een hendel die we... Ja! Een hendel. Oh, ik heb hier zo'n gek spinnenweb ding. Ik ga die wel even doen. Ik weet niet of het... Mag niks lopen. Nodig is, man. Niks lopen. Niks lopen. Ja, daar spant de skeleton, hè, dat weet ik wel. Niet een hendel. Ik heb wel een hendel gevonden, maar ik weet niet of ik die... Die hebben we nodig. Mag hakken. Mag je niet pakken. Mag ik die hakken? Nee, toch? Nee. Mag niks hakken, gewoon. Mag dit ook niet? Ja, ik kan deze hendel ook niet overhalen. Dit is een... Maar is er een hendel hier, of...? Ik heb hier in een hoekje een hendel gevonden, maar die kan ik niet overhalen door een spinnenweb die erboven zit. Kan je wel open? Je moet hem open kunnen maken. Nou, dat kan niet. Door een spinnenweb. Oh, nu. Oké. Ik denk dat ik weet wat er open is gegaan. En terug bij de volgkamer? Even kijken of ik weet wat het was. Dat ga ik wel pakken. Oh, er is iets open gaan hier. We moeten nog één ding openen. Oh, wacht, er staat hier ook een tekst. Zoek de hendel en plaats hen en ja, ja. Dat heb ik gelezen. Ik denk hier. Kijk. Daar zo. Hier is iets. Hier staat hier eerst twee blokkeerdingen of zo. Maar nu is er eentje open. Je moet alleen nog dit ding open zien krijgen. Maar we moeten een hendel vinden, heb ik gehoord, toch? Ja, maar ik denk dat hij erachter is. We moeten nu een doorgang dat open krijgen. Maar ja, de vraag is hoe. Oh. Zijn er niet zo'n kistjes? Kun je slapen? Oh, ik denk dat we weer de door op in moeten, of niet? Ik denk dat de andere kant ook nog een hendel zit. Maar heb je bij die spinding, heb je overal gekeken al? Nee, naar één kant op gaan. Dus ik ga nu naar de linker. Dan ga je naar rechts. Is dit goed vlees? Ja, wel lekker dat we veel eten hebben. Komt zo. Komt zo. Oh, misschien ook aan je. Ik zie hier... Maar ik denk toch niet dat je hier weer een hendel hebt. Nou, lijkt me sterk. Ik ben ergens voorbij gelopen of zo. Zombie hier. Ik heb het gevoel dat hier iets zit. Klootje binnenweb. Ja, ik heb het gevoel dat we weer trappetje weg moeten halen. Want we hebben achter die hendel. Mag niet. Nee, maar ik bedoel met zo'n hendel ergens kunnen of zo. Oh. Heb je iets? Ik heb wel iets. Een knopje. Ik zit vast. Godverdomme. Ken je al die knop niet, joh? Ik ga kijken bij die ding. Klik je op het knopje? Yo, dat is niks. Nou, ik ken de hele knop nog niet. Ik ga altijd iets open, maar ik weet niet wat. Yo. Maar het hoort wel. Hebben jullie al in die deurtjes gekeken? Mag ik hier ook allemaal gaten in het dak? Ja, hier zijn die deurtjes. Daar al in gekeken. Ja, dat ken ik niet. Ik heb er al van een kistje gekeken. Misschien zit er een hendel of zo in die deur. Die gaten. Oh, wacht.
Blijf eens bij de deur staan. Pak de deurtjes. Hè? Dat zeg ik niet. Deze deurtje moet iets zijn. Deze. Is er iets van een knop of zo? Ja, die knop die ik net ingeklik heb. Oh, oké, dat is anders. Yo. Ach, klote. Spring recht op dingen. Hoe lekker hoog, weet je. Ja, dat is echt. Ik hoor iets. Ja, er gaat iets open, maar ik weet niet wat. Is het terug misschien? Nee. Het is iets van een knop of zo. Maar hoort het in zit het in deze kamer? Je kunt niet altijd naar boven kijken. Kijk, ga eens bij die deur staan of zo. Ja. Is er iets gebeurd? Nee. Ik heb niet opnieuw die hendel gedaan, maar. En er ging iets vuur aan die zat er. Ja, dat is wat ik net zei. We moeten dat ladertje wegbrengen, dat de trappetje weg gaat brengen. Doe maar een pakje. Ja. En nu gaat het vuur zeker weer uit. Kijken. Het vuur juist nu uit. Ja, je moet er niet altijd naar boven kijken. Yo! Ja, je was goed bezig, maar. Nee, niet hier, nee. Dat... Yo. Je was goed al weg, ik denk je gaat nou even verder, maar... Yo, dat is fucking moeilijk. Je moet in die gleuf kijken, vooral. Er zit waarschijnlijk iets in ja, de gleuf. Ja, dat zit ik al de hele tijd te doen, maar... Ik zie het vrij weinig. Hij zit ergens op de grond, als het goed is. Ja. Ik heb hem, denk ik. Huh? Oh ja, ik heb hem. Daar zit zeker een mooie. Daar zit een mooie. Ik wil hem hebben. Wow. Maar waar moet ik dan op plaatsen, is de vraag. Meen je het serieus? Daar, en dan gaat dit ding open. Zet hem maar hieronder neer, kijk. Nou, wacht. Gewoon, ik heb ook een fakkel kapot gedaan. Je hebt het bordje gelezen. Ja. Oh, hier. Okay. En daar is het ding open waarschijnlijk. Ja. Hier bloed. Bloed. Ja, met jullie levens, hè? Oh, mijn hek open. Of met het eten. Oh, vrouw, kom hier. Heb jij eten? Nee. Oh, fucking weinig grijpgrik. Nee, ik heb echt helemaal niks. Ik ook niet. Ik denk dat deze... Zo... Zitten. Ja, we komen niet in dezelfde kamer, of niet? Nee. Wacht eens. Er gebeurt iets. Ga eens op die andere staan, daar tegenover me. Oh. Maar, ik hoor deur open. Je moet blijven staan. Maar even kijken naar die kamer. What's going on here?
Het zou te makkelijk zijn, hè? Daar moet twee. Daar is. Kijk, daar vooral kijk, die zie je dat erboven? Daar helemaal. Ja, probeer maar. Misschien moet je toch wat dingen vinden nog. Twee dingen. Ik denk twee trapjes nog. Oh, jullie gaan dood door het vuur. Jullie gaan dood door het vuur. Yo. Ja, je moet gewoon dat rotte vlees eten, want ze krijgen gewoon geen eten van laten. Hina. Ga jij eens in die andere kamer kijken, dan ga ik hierop staan. Nog even. Hé, hey, hier, er gebeurt iets! Ja, ik heb één dingetje. Ja? Mag, blijf nu staan. Ik hoor iets rechts van me. Ja. Wat hebben jullie net geopend? Ga ze op dat ding? Dat zie je niet, hoor. Laat maar. Deze? Nee. Allebei, combineren. Ik denk dat we eentje terug moeten. Omdat we hier nu... Nee, dat we hier iets moeten doen. Ik heb hier een diamond, opeens, uit het niets. Oh. Volgens mij kunnen we nu al naar boven met het trappetje. Is dat toch een laddertje, gehad? Ja, oh, ik weet het al. Kom maar. Yo, ik loop weer het fucking vuur in. Nee, je moet niet via het trappetje. Kom. Jawel. Ja, maar ik wou springen voor het vuur. Twee trappetjes nodig. Nee. Jawel. We werden van niet? Ja, maar zo heb ik het wel van. Ja. Yo. Moet dat? Als je verder kan komen, maakt niet uit. Ja? Oké. Okay. Eigenlijk hebben we twee trappetjes nodig, maar het kan als het goed is met één trappetje. Maar wil jij voor die tweede trappetje gaan, of wil je? Dat maakt mij niet uit. Nee, jij mag kiezen, want... Hij ligt hier in de kamer, dat ik zo zeggen. Hij ligt in de kamer. Probeer gewoon met het enige trappetje anders. Hij ligt hier wel in de kamer, hè? Een beetje creatief zijn. En dan ben je echt dom. Ik heb hem weggegooid. Nee, je hebt hem geplaatst daar. Yo, nu heb je helemaal geen trappetje meer. Nu heb je sowieso die ene nodig. Yo! Oh. Nee, dat mag niet. Nee, dat is niet leuk. Ik ken hem wel pakken, dit is een foutje. Yo. Ja, maar dat doet best wel heel veel uit, want anders zijn bang op. Maar nu moeten we wel gewoon voor straf die anders vinden. Ja, voor straf. Oh, dat is echt dom. Ik heb hem. Dat gewoon een kistje onder die kompas. En nu moeten we nog uitlopen met één. Ja, het had ook met één gekund, dat je die twee, had je een spinnenweb gekund, dat dacht ik al in het begin. Maar ik dacht ja, omdat we die ene fout hadden gemaakt, dacht ik ja. Oké. Okay. Rechts, ga ik links. Rechts kan je niet, dus stel dat we links iets moeten doen om mij te. Is niet rechts iets van een klein doorhoogje? Nee, rechts is gewoon op slot. We moeten vrij spelen. Nee, je kan naar rechts. Kijk jij even rechts dan. Oh wacht, hier is ook niets. Oh, ik heb mezelf opgesloten. Ik kom net vandaan. Hallo? Hier, ik ben naar boven. Oh! Dit is zo'n oude kamer. Maar Forel is al doorgelopen, die zit vast. Ik heb mezelf opgesloten. Nee, oké. Altijd die schilderijen. Ja, van doorgangsje achter schilderijen, maar...
Tweet me toe. Wie lijkt het op een spelletje van... Is naam. Een hendel. Friend van zombies. Yo. Oh, ik heb ook eens gedaan gehad. Je haakt je alles kapot, jij? Waarom ben ik gelijk weer? Omdat jij hem kapot had. Oh. Dat is zo, sorry. Ja, je doet heet van het beeld. Tegenvervelend. Oh, ik heb ook nog maar 2 hartjes op met vuur. En dan hebben we ook gewoon geen eten. Hè, eten. Zo, oh. Alles is weg, Kat. Alles is weg. Hoppa. Alles is weg. Oh, even hartjes weg, hoor. Vooral die appeltjes, die zijn goed. Ja, die waren allemaal weggelegd. Ja, dat weet ik niet. Wil je een appeltje? Nee, nu hoeft dat niet meer, zo moet. Oh, die appeltjes zijn lekker, jongen. Ik ben gegaan, hè. Ik ga even mijn hartje aan het bijvullen. Ja. Het eten dat we zouden delen, maar ja. Oh, zijn we een beetje in het Slenderman-bos? Yo! Yo, kijk naar de bomen. Wat is voor begraafd? Paars water. Wat is dit dan? Een Duits. Hey, ik heb een kistje. Ik ook, met een drukplaat. Ik heb ook een drukplaat. Wat moet je daarmee doen? Misschien me even eten. Misschien moet je verder zo doen. Verder zou er gaan, hè. De vlag gaat altijd zo. Yo, waarom nou altijd? Ik heb gewoon een drukplaat gevonden. Ja, ik ook. Maar jij liep er alweer langs. Als ik dat niet was. Ga je daar met doen? Na checken. Ik zet je hier af. Ga je niet. Ik zet je hier af geweest. Ik weet niet waar jij helemaal dood. Die spant alles, anders, jij, hè? Hij is alles aan het spannen, hij, met die dingen. Nee, ik wil niet oplopen. Ik moet er al veel lopen. Creeper! Dit is een zombie. Nee, voor mijn beeld. God, 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 verdomme. Hij blijft toch? Dan moet ik hier die drukplaat neerleggen. Misschien wel. Hier die andere. Mag niks lopen. Missen we er een. Hij had hem gevonden, maar hij mist er nog één. Ik heb zeker op mijn ding gelopen. Een drukplaat. Ja. Voor die kleintjes ook. Ja, daar ga ik niet heen. Hij verredt alles aan het spannen daar, hè. Als je dood gaat, ben je game over, hè. Hé, hey Melvin, je hebt het wel echt moeilijk gemaakt, man. Met al die zombies. Ja, yo. Hey, ik ga stoppen als je blijft laat spannen. Hey, Melvin heeft het echt te moeilijk gemaakt. Yo. Oh, lekker XP. Yo, een baby. En mijn vrouw zit dood.
Maar nog één drukplaat, hè? Oh, zo, 100%. Waarom nou weer 100% ook? Godverdomme. Je mag niet kapot maken. Nee, natuurlijk niet. Er is tegenover pissen. Ja, we moeten terug een drukplaat vinden. Er zat al geen drukplaat in de kist. Ja, die heb ik al gepakt. Ik ga weer terug. Hier kunnen we ook weer niet heen. Wees kapot, man. Maar wacht. Huh? Ik zag de kist. Mag ik helemaal niet kapot maken? Jij hebt hier toch een. Ik zie hem, ik zie de kist. Nee, ik zie de kist gevonden. We moeten hier zijn. Ja, kijk, heel makkelijk bij, hoor. Jij hebt hier een drukplaat gevonden. Kijk, heel makkelijk bij. Kijk. Ja, maar hij heeft het even laten zien. Ja, hier zo boven. Hier, ja. Ik heb. Nee, ik weet waar die andere is. Ik heb hem al gevonden. Oh, ja, ik heb hier een drukplaat gevonden, waar ik nu ben. En jij zegt dat je ook een drukplaat hebt gevonden bij die dinges. Maar we hebben er maar twee. Hoe kan dat dan? Nee, er liggen er al drie. Ik heb twee gevonden. Ik heb hier zo, en bij dat kistje die je net hebt geopend. Ja, en ik heb die voor mij neergezet bij dat ding. Ja. En jij hebt er eentje neergezet. Hoe kunnen we dan dat we opeens twee hebben? Ik had toch hier zo dit huisje, dat grijze huisje hier zo. Hierboven. Die had ik één. Ja. En ik had eentje en waar je al die zombies had laten spannen. Dat zijn er dus twee. En ik heb hier eentje gevonden. Ja, dat zijn er dus drie. Maar ik had die voor mij neergezet bij dat ding. Toen ging er eentje verder, toen had jij hem neergezet. Maar waar is die laatste gebleven dan? Die hebt hij ook neergezet, bij de volgende. Die heb ik ook neergezet. En nu moet er nog eentje, en die heb ik niet gevonden. Met vier. Er waren vier deuren. Die heb ik niet. Die heb ik nu in mijn hand. Oh, alle klote zombies zijn natuurlijk teruggespand. Probeer die dingen te ontwijken. Ja, dat is wel lekker, hè? Ja, dat klantje. Dat kikt zo'n tering veel. Zo. Oh, kom er ook nog voorbij. Ja, maar dat is beter. Ja, kaag de touw tering. Polonaise. Melvin, baby's jullie, alles, baby's. Jullie blijven erop staan ook, hè? Ja, ik ga dood. Ik ga dood. Ik zweer het, ik ga dood. Ik ook. Ik heb die baby. Ik zit vast, ik ga dood. Die baby onder je. Ja, maar jullie spannen ze elke keer. Yo, ik heb die baby dood. Maar die spannen er nog meer, hè? De hele tijd door. Ja, omdat hun het ook overheen lopen. Ja. Ja, wat is dit, Mel? Dit heb je echt te moeilijk gemaakt. Nee, hier, let op. Nou, hoe kan ik opletten als 80 miljoen inkomen? Je kan wel pijn en boos schieten vanaf afstand, hoor, doorheen, hè? Ja, nu komen er nog meer. Nu moet je weer over die dingen heen. Ja, kijk dan. Yo, kijk hoeveel. Het is een hele horde, hè. Hij heeft zelf gespand net ook, hoor. Ja, dat wel.
Anders haal die dingen weer als het kan straks. Ja, ik moet wel gewoon normaal aan mee spelen. Dus die blijven daar hangen dus. Is dat die drukplaat? Hier zo. Ja, die kan heel makkelijk. Oh, hier is oh, het hoekje, die drukplaat. Hier moeten ze weghalen. Je moet het hoekje uit. Kom, ik ben aan het hoekje voorbij. Ik heb nu twee drukplaten ontweken. Ja, lekker. Ik ben hier bij het laatste. Blijf spannen, kut. Kijk, ze lopen hier op. Je bent ontsnapt van al het kwaad. Vind nu het laatste karretje die je in veiligheid zou brengen. Ze moeten nog iets vinden. Nou, ik dacht dat we ontsnapt waren van al het kwaad. Wat zegt het aan mij? Ik kom boven. Ja, kwaad. Kijk jij boven, kijk ik beneden. Nou, boven ben ik snel uitgekeken. Of mag hier helemaal boven? Jammer. Nou, nog een skeleton, nog meer kwaad. Ik denk beneden, man. Ja, beneden, denk ik. Ja, beneden, karretjes. Hoppa, lekker. Hé, hey, ik heb nog even een Willy Wortel gekregen, op het laatst. En een spinnoogie. Oh, dat is iets anders. Nu ben je eraan, dat is bedorven vlees, hè? Ik heb een... Ja, ik heb... Mijn wagen. Dat ik nou aan een diamantje had. Dat is zo leuk. Nou, vrouw. Fijne reis. Terug naar veiligheid. Hoop ik dan, want waarschijnlijk is het gewoon een grapje. Kom snel achter me aan. Achtbaan. Yo, wat is dit dan? Ik ben helemaal gemaakt. Dit was het dan. Hij heeft meer moeite gezocht in die achtbaan dan in die escape room. Ja, echt. Hij heeft dit echt goed gedaan. Dit heeft echt goed gedaan. Nee, grapje. Die escape room was wel vet, hoor. Dat was vet dan vorige keer. Veel vetter. Heel even. Ik had mij langer verwacht. Ja, maar ik heb jullie geholpen. Ja, dat wel. Doen. Nou ja, we hadden het nog verder kunnen doen als we niet met die klote zombies zo lang hadden gevochten. Zo, hoe lang een reis is dit? Spin. Ja. Dus toch even plus 10 minuten erbij, hoor. Zet, zo is dit dan. Kijk eens aan, lijkt net de Efteling. Hij komt er ook aan. Nooit. De nachtmerrievlucht. Een droomvlucht, nachtmerrievlucht. Nachtmerrievlucht. Maar is een nachtmerrievlucht. Nog vetter! Ik hoor een stop aan! Ik hoor geen tussenstop nemen ergens. Is dat mooi dit? Ja, nee, ik kom om 1:30 nog niet licht slapen met die afval. Vijf valtje, hoppa! Oh, onder de grond. Ik kan het dan niet bouwen met mijn links en rechts. Zijn er bijna. 1 hour later. Deze slang, jongen. Yo.
Even rem je nog eventjes. Ja, waar staat dat remmen, Flopje? We zijn er bijna, zegt hij. Ja, yo. Wie is het single? Ik, die clown. Kijk al die achtbaan die we nog moeten. Wie is die clown nou, joh? Vrij van, papa. Ik denk dat we in 2020 ongeveer klaar zijn. Wat is het dan? Oh ja, dat is het karretje van Varel nog, denk ik. We gaan door naar voren. Je bent er. Oh, ik ga overgaan in de trap, zeg ja. Daarom blijf staan. Ik pak nog even de terugweg. Je bent een uur bezig, hè. Gewoon zo leuk. Je gewoon doorlopen. Gaan we het avontuur samen afsluiten, vrouw. Ja, maar ik pak even de terugweg. Daarna kom ik weer, ja? Nee, dan ga ik. Sluit ik het in mijn eentje wel af. Ik vond het een mooie avontuur. Hey, hoe moet ik eruit? Ik, geniet nu van de kermis. Hè? Nou, wat zou er staan? Je bent veilig! Geniet nu maar van de kermis. We'll be right back.